Even een live update van misschien wel een van de populairste skigebieden bij Nederlanders. Ik sta hier in de Zillertal Arena. Nou, laten we met het belangrijkste beginnen. Hoe is de sneeuw? De afgelopen dagen waren de pistes wat harder, maar er is wat nieuwe sneeuw gevallen, dus er ligt een klein laagje vers op. En dat is goed geprepareerd met de bestaande laag, dus de pistes liggen er top bij. De dalafdalingen, zeker naar Gerloos en Koningsleiden, zijn gewoon echt goed. Ja jongens, het is gewoon overal wit. Het is echt een volle bak winter in dit deel van Oostenrijk. Dus dat is helemaal top. Ja, en er zijn hier veel Nederlanders op pad. Dat zal de komende weken ook nog wel zo blijven. Het is natuurlijk een gezellig skigebied, hè, met Zelmzieler, Gerloos, Koningsleiden. Het is net zo gezellig op de piste als in de apres-ski. Dus mocht je nog een vakantie voor in het vooruitschiet hebben voor deze regio, heel veel plezier, want de sneeuwcondities zijn gewoon prima. We hebben vanmorgen dus die live update opgenomen aan de Gerloos kant, maar dit kan ik jullie niet onthouden. Dus ik plak dit er gewoon achter en kijk eens, de zon is doorgebroken. We staan nu aan de kant van Zelmzieler. Bij Papa Roosje Schnitzelshut trouwens. Je kijkt hier op. Overfout zich hier een panorama waar je eng van wordt. Dus dat wilden jullie niet onthouden.